Bienvenue au château de la Preuille. Oh nee. Als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer, hè? Welkom bij Road to Paradise. Met vandaag de vraag: traint Paul weer voor de Dakar? Wat doet Anneke bij de Olympische Winterspelen? En wat heeft Fred van Leer te vertellen over ons huwelijk? Maar we beginnen natuurlijk met het uitzetten van de dansvloer. Veel meten en afzetten en spuiten ook, schijnbaar. Komt de graafmachine langs. En ja, daar wordt dan de eerste laag van de bodem afgeschraapt om weer gevuld te worden met prachtig grind. Grind wat speciaal geselecteerd is voor dansvloeren bij een kasteel. Hier zie je dat het gestort wordt. Dat je gestort wordt. En ja, de vrachtwagens komen natuurlijk vast te zitten. Je kan erop wachten. En daar leren die Fransen natuurlijk helemaal niks van. Want de tweede keer storten ze weer. En ze storten niet neer. Nee, ze zitten weer vast. Het is niet te geloven. Nou, dan maar rechtleggen. Heel veel met een schepje doen. Paul, Sandra, ja, ze zijn er allemaal heel druk mee bezig. De dansvloer. Hi, ja. Hallo Paul. Hi Paul. Hi. Lekker weer, zon schijnt. Ja. Gaat kijk eens om je heen. Kijk, kan je zien. Het is bijna klaar. Nou, hier kun je zwemmen als je straks gaat trouwen. Met Anne samen in het bubbelbad. Had ik een goede annuleringsverzekering? Geen idee. Maar hier zie je het eindresultaat van de dansvloer zoals die nu ligt in te harden, om het dan maar zo te zeggen. En natuurlijk op de achtergrond het château. Ja, het was toen wij er waren de enige mooie dag. Serieus. Nee. Nou, we hebben het wel gezien hier. We schakelen maar eens over live naar Fred van Leer in het theater. Eens kijken wat hij allemaal vertelt. Is er iemand in de zaal die binnenkort gaat trouwen? Ja! Yeah! Met wie ga je trouwen? Met Peter. Peter! Woe! Papa! Hij is mee, hè? Oh, hij is mee! Oké, nou. Anneke, wat maakt Peter nou jouw droomman? Het is een Rotterdammer. Nou, hij is mijn rots in de branding. Hij is heel lief en heel zorgzaam. En hij komt uit Rotterdam. Hij is mannes. Ja, dat nee. Hij is man. Perfect. Heeft hij ook een broer? Tot de volgende keer bij Road to Paradise.